gaan verder met groene chemie. Ja, groen als in het moet duurzamer zijn. In het vorige filmpje hebben we het gehad over atoomeconomie en rendement. En hebben een voorbeeld uitgewerkt. En jij hebt zelf waarschijnlijk ook een voorbeeld gedaan. In dit filmpje wil ik de E-factor, de Q-factor en de grenswaarde bespreken. Goed, die E-factor, ja, die E komt van environment. Die E-factor, die berekenen we, dat is dus ook weer hè, een getal, komt die uit de massa van de beginstoffen, min de massa van het gewenste eindproduct, gedeeld door de massa van dat gewenste eindproduct. En dit is geen percentage, dit is gewoon een getal. Ja, wat blijkt nou zo, hoe groter dat getal, dat percentage van die atoomeconomie, des te hoger is het rendement, des te lager is die E-factor. Dus een hele lage E-factor wil dus zeggen dat je hè, een vanuit het milieu-oogpunt, dat je een heel efficiënt en heel goed mechanisme hebt. Dan hebben we het over de Q-factor en die grenswaarde. De Q-factor is een arbitrair getal. Die staat gegeven en het is een getal zonder eenheid die de mate van de vervuildheid aangeeft. Ja, hoe, of niet vervuildheid, maar meer hoe vervuilend is die stof. Water hebben we 0 aangegeven, maar hele vervuilende stoffen, ja, giftige stoffen, die hebben een Q-factor van 1000. Het is niet belangrijk voor ons om te weten hoe die Q-factor wordt bepaald. Er wordt ook niet vaak naar gevraagd, maar je moet er niet van panieken en daarom noem ik hem hier, ja, de Q-factor. De grenswaarde, ja, de grenswaarde is een bepaalde waarde waar je aan blootgesteld mag worden van bepaalde stoffen. Ja, en die wordt uitgedrukt in TGG, tijd gebogen gemiddelde. En in BINAS kunnen we 2 TGG's terugvinden. Een TGG van 8 uur en een TGG van 15 minuten. En wat betekent dat tijd gebogen gemiddelde? Dat betekent dat die tijdens bijvoorbeeld die 8 uur wel boven een bepaalde concentratie mag zijn, maar over het hele de periode van 8 uur gezien mag die daar niet zijn. He, dus je mag wel pieken hebben, ja, maar gemiddeld gesproken over die tijd moet het onder een bepaalde waarde zijn. Ja, neem als metafoor bijvoorbeeld de trajectcontrole op de snelweg. Ja, je mag tijdelijk wel even wat sneller gaan om iemand in te halen, maar gemiddeld gesproken moet je over dat traject, mag je niet over de maximum snelheid gaan. Datzelfde idee geldt hier. En je snapt natuurlijk, ja, dat als je 8 uur hebt, dan heb je een langere tijd om weer te compenseren, ja, door een lagere concentratie aan blootgesteld te worden dan als je maar 15 minuten hebt. Goed, en dan hebben we 4 manieren om concentraties in uit te drukken. Ja, we kennen natuurlijk al percentages. Het deel gedeeld door het totaal of het geheel keer 100%. Dat geeft ons een percentage. We kennen misschien ook hè, een promillage, dat hoor je wel eens in het nieuws, als het over alcoholgehalte in het bloed van een bestuurder gaat. Ja, deel, gedeeld, totaal keer 1000, promil. Ja, de mil staat natuurlijk, komt uit het Franse mil, ja, 1000. En de percent, ja, cent, is natuurlijk 100. Dus die namen die geven misschien een ezelsbruggetje. Dan kennen we ook nog ppm, parts per million. Ook weer het deel gedeeld totaal gedeeld door 10 tot de zesde. Ja, dat komt dus van parts per million vandaan. En dan hebben we nog parts per billion. En dat is een lastige, want parts per billion is precies hetzelfde. Weer deel gedeeld door het totaal gedeeld door 10 tot de negende. Maar het komt van het Engelse parts per billion. En een billion in het Engels is een miljard in het Nederlands. Als je in je BINAS kijkt en je gaat billion vertalen door biljoen, dan zie je dat 10 tot de twaalfde staan. Ja, dus pas daar goed mee op. Ja, een billion is een miljard in het Nederlands. Goed, al deze waarden die mag je alleen maar op elkaar delen. Dat staat hier, ja, als de eenheden boven en beneden gelijk zijn. Ja, en daar gaat het vaak bij mis. Dus je moet of zorgen dat de teller, ja, dat je die omrekent naar dezelfde eenheid als de noemer of vice versa. Anders mag je ze niet op elkaar delen. Ja, want het heeft voor de rest, het heeft geen eenheid. Dus die eenheden die moeten boven en onder de breuk hetzelfde zijn. Goed, als we teruggaan naar ons voorbeeld van het vorige filmpje, dan hadden we ijzererts en koolstofmonoxide, dat werd ijzer en CO2. En dan kunnen we, dan hadden we natuurlijk in het vorige filmpje de atoomeconomie en het rendement bepaald. En dan kunnen we nu ook de E-factor bepalen. En je ziet, mijn bord is nog leeg, dus
Ga je gang, aan de slag, even op pauze en dan kan je deze opgave zelf doen. Goed, ik hoop dat het gelukt is. De E-factor die bepaalde de massa van alle beginstoffen min de massa van het product, gedeeld door de massa van het product. Wat hebben we dan hier? De massa van de beginstoffen zijn natuurlijk het erts en de koolstofmonoxide. Denk aan de coëfficiënt van 3. Ja, dat is 159.69 plus 3 keer 28.01 min 2 keer mijn product. Ja, want ook hier geldt die coëfficiënt natuurlijk. En dat deel ik ook weer door 2 keer mijn product. Daar komt een E-factor uiteindelijk komt daar uit van 1,18. Ja, dat willen we dan weten. Als we dat vergelijken met de atoomeconomie en het rendement van diezelfde opgave in mijn vorige filmpje, ja, dan zie je dat de atoomeconomie was 48,83% en het rendement was 80,6%. En dit soort gegevens moet je straks moet je kunnen. En dit soort zaken moet je dus kunnen uitrekenen. Wat belangrijk was om te weten is dat als de atoomeconomie, als dat groter wordt en het rendement wordt dus hoger, ja, dat je een lagere E-factor hebt. Dus die E-factor, ja, die kan natuurlijk lager worden. En hij is hier vrij laag. Goed, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ja, zo niet, laat het me weten. Vind je het wel goed, dan mag je het ook laten weten. Wie weet wil je subscriben of vind je een van mijn andere filmpjes interessant. Heel veel succes!